Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 29 van de Eredivisie en natuurlijk de Europese wedstrijd van Ajax in de Europa League tegen AS Roma. Laten we daar eerst eens even naar gaan kijken. Ajax AS Roma is 1-2 geworden. Dat had eigenlijk maar één iemand had voorspeld dat Roma zou winnen. En ook dezelfde uitslag ook nog. Dus die heeft het heel goed gedaan. Verder dacht iedereen dat Ajax gaan winnen. Dus ja, niet veel punten gehaald. Überhaupt niet deze speelronde. De Eredivisie voorspellen de Eredivisie speelronde 29 is als volgt eruit gaan zien. Vitesse heeft 0-0 gespeeld tegen ADO Den Haag. Heracles Willem II werd 4-0. AZ won met 2-0 van Sparta. Fortuna Emmen werd 1-3. PEC won met 1-0 van FC Twente. FC Utrecht Feyenoord werd 1-2. Groningen tegen Heerenveen met Robben werd 0-2. VVV PSV werd ook 0-2. En RKC verloor met 0-1 van Ajax. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 72 punten. Dan krijgen we PSV en AZ met 61 punten. Vitesse staat vierde met 56 punten. Dan komt Feyenoord met 54 punten. Groningen staat zesde met 46 punten. Dan komt FC Utrecht met 43 punten. Heracles staat achtste met 39 punten. Dan komen FC Twente en Heerenveen met 37 punten. Sparta en Fortuna hebben 34 punten. Dan komt PEC op de 13e plaats met 32 punten. RKC staat 14e met 26 punten. Dan komen Willem II en VVV met 22 punten. Emmen komt steeds dichterbij. Die gaan zich straks nog handhaven. Ik zie het zo gebeuren. Met 21 punten. En ADO staat onderaan met 16 punten. Waarvan ik eigenlijk wel zeker ben dat ze gaan degraderen. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Luc staat nog steeds bovenaan en hij neemt steeds meer afstand met 251 punten. Dan komt Mikey met 240 punten. Dilano en Nak hebben 233 punten. Dan komt Jarno met 231 punten. Jesper staat zesde met 224 punten. Dan komt Massimo met 212 punten. En op de achtste plaats staat Tijn met 208 punten. En de volledige stand staat natuurlijk weer in de beschrijving. Onze weekwinnaar is Jarno geworden, die had veruit de meeste punten. Die had namelijk 10 punten gehad deze speelronde. Dan gaan we naar de voorspelwedstrijden. We beginnen met Ajax, Ajax en Ajax. We gaan deze keer 4 keer Ajax voorspellen. AS Roma, Ajax is natuurlijk de kwartfinale van de Europa League. Dan gaan we ook nog de finale van de KNVB-beker, Ajax Vitesse voorspellen. En natuurlijk de inhaalwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. En vergeet niet speelronde 30 van de Eredivisie. Willem II ontvangt RKC. Heerenveen moet tegen PEC Zwolle. Sparta ontvangt VVV. PSV moet in Eindhoven tegen FC Groningen. FC Emmen moet thuis tegen Heracles. ADO ontvangt Fortuna. FC Twente moet tegen FC Utrecht. Feyenoord ontvangt Vitesse. En natuurlijk de topper Ajax tegen AZ. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van Eredivisie voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.